Hoi, ik ben Jill Lopez en vanuit mijn studio in Haarlem wil ik jullie kennis laten maken met mijn nieuwe aanwinst. En dat is een KLD MC36HM gitaartop. Een buisversterker, 36 watt. En het klinkt misschien weinig, maar is het niet. Mooie volle warme sound. Veel volume, mocht je dat nodig hebben. Ik heb hem aangesloten op een KLD speaker cabinet, een closed speaker cabinet. Met een 12-inch vintage lead Celestion speaker. De vintage lead vind ik een fijne speaker omdat die lekker mellow klinkt. En niet zo'n heel agressieve mid-sound heeft. En dat vind ik persoonlijk prettig. Dus vandaar die keuze. Ik wil je wat mogelijkheden laten zien en laten horen. Dus we gaan gewoon beginnen. Goed. We hebben twee volumeknoppen. Een volumeknop voor het cleankanaal. Het volumeknop voor het leadkanaal. Een gainknop gekoppeld aan het leadkanaal, zodat je de vervorming kan toevoegen. Reverb voor de spring reverb. Een goed klinkende spring reverb, mag ik wel zeggen. Een boostknop om mids te boosten voor een dikkere sound. Voor bijvoorbeeld een solo geluid of iets dergelijks. EQ-sectie. EQ-sectie geldt voor clean en het scheurkanaal, het leadkanaal. De master sectie, master volume, geldt voor alles, hè, om het geheel harder of zachter te zetten. Presence, om wat meer, naam zegt het al, presence te geven aan je geluid. Een loop sectie, een effect loop sectie, een mono, om bijvoorbeeld een delay tussen te gooien of een chorus, wat je ook maar wilt. Erg handig en erg fijn. En nog een channel switch, een channel select switch, om te kiezen tussen het klinkkanaal of het distorted kanaal. Wat wel fijn is dat je dat ook met de voetschakelaar kunt doen. Want als je handen vol hebt, is dat wel fijn. Dus voetpedaal eraan en schakelen maar. En dat geldt ook voor de reverb die je uit en aan kunt zetten. De achterzijde. We hebben hier een DI. Een DI out, ofwel een Redbox out. Handig voor in de studio. Als je een direct signaal wil hebben. Ook live kun je dat natuurlijk goed gebruiken. Dus erg fijne functie. 3 speaker outputs. 1 op 4 ohm, 8 ohm of 16 ohm. Hè, nagelang wat je speaker nodig heeft. De foot switch die bij mij gelukkig aangesloten zit. Een indicatortje voor je buizen. Mocht die rood branden als je speelt, dan is er iets mis met je buizen. Dus een erg handige. Klasse A of AB switch. Klasse AB zou je waarschijnlijk gebruiken voor live. Je krijgt dan de mogelijkheid van 36 watt. De volledige wattage van de versterker en een enorme dikke sound. Klasse A zal je waarschijnlijk vaker gebruiken in een studio situatie. Waar je meer high-end geluid nodig hebt. En iets minder power. Dus dan schakel je naar 18 watt. En dan klinkt hij gewoon wat fijner en wat meer high-end, zoals ik al zei. We hebben nog een pentode en triode switch. Pentode geeft een mooie, volle, open sound. En de triode switch geeft een wat vintage, verzadigd geluid. En je schakelt daar ook meer mee met de wattage. Dus op de triode, als je op AB zit, triode, dan zit je op 18 watt. Ga je naar, schakel je naar A en naar triode, dan zit je op 9 watt. En AB pentode is 36 watt. A pentode is 18 watt. Zo werkt dat een beetje. Goed, ik ga het een en ander laten horen. Ik heb de versterker op het clean kanaal staan. Toonregeling neutraal. Een delay op de effect loop. En de gang van de versterker. Thank you.
liedkanaal ingeschakeld nu. Ik heb iets wat hoog toegevoegd en wat presence. Voor de rest dezelfde instelling als net. Hetzelfde delay, galm. En de gain van, van het liedkanaal zit net onder de helft. Dus een beetje voor een smerig randje. Klinkt ongeveer zo. We hebben nog de boostknop. Ik zal het verschil laten horen. Zonder, met. Dit was het voor nu. Misschien tot de volgende keer. Bedankt, hoi.